gaat. Maar ik vind het heel plezant, want vanaf ik denk de eerste week van oktober ergens, ergens in de eerste week van november geloof ik, dat hij voor het eerst te horen en te zien zal aan het begin, Jederik. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Heb jij het moeilijk om te zwijgen? Ik heb het altijd moeilijk om te zwijgen, dus dat is sowieso. Ik heb dat met Sportpaleis en de verrassingen die ik daar heb, ik heb daar met dit soort dingen heb ik dat. Dus ja, het is al veel verbeterd, maar zwijgen blijft moeilijk, hè. Mag jij nu zeggen dat je volgend jaar terug naar familie gaat? Nee, ik weet alles sinds zelf nog van niks. Maar ik heb me wel laten vertellen dat er een nieuwe actrice haar intrede doet binnenkort. De geweldige Karen Dame. En die heeft... heeft dezelfde achternaam. Dus daar schrik ik zelf een beetje van. Ik speelde Pim Marien. En zij speelt Vanessa Marien. Dus het zou kunnen een zus zijn. Het zou misschien kunnen... ik zou zeggen moeder, maar daar gaat ze niet blij mee zijn. Misschien een zeer jonge tante. En ik hoop dan geen ambetante, maar een leuke tante. We zullen zien. Maar diezelfde achternaam is waarschijnlijk toeval? Tot zover ik het toch weet, is het toeval. Ja. Tenzij dat de makers van familie al meer weten dan ikzelf of met een baas bij VTM het zou kunnen. Maar ik heb tot op vandaag nog niet de vraag gekregen om terug te gaan naar familie. Maar zou je er eigenlijk tijd voor hebben? Ik denk dat het grootste probleem zou zijn, want toen ik daar een jaar of 18 was, heb ik een leuke tijd beleefd. Ook al zag ik er toen een beetje anders uit. Maar ik denk dat tijd sowieso het grootste probleem zou zijn. Maar ja, ik weet nog van niks, maar wie weet ooit, hè? Ik bedoel, misschien binnen 10 jaar of binnen 20 jaar, hè? Wie weet.